Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Midden in de verbouwing toch nog tijd gevonden om een opname te maken. Want ik heb iets gekocht. Het ligt hier nu allemaal een beetje door elkaar. En dit zijn twee ontkoppelseinen van Fleischmann. En die werken met deze. Dit zijn ontkoppelaars die aangestuurd kunnen worden vanuit Marosoft wellicht. Leuk, maar daar deed ik het niet voor. Het ging mij meer om alles wat hieronder ligt. Ik heb dadelijk een baan. En ik heb daar ook opstelspoor. En daar wil ik treinen op en af kunnen rijden. En daarvoor heb je nodig een heleboel wissels. Ik heb wel wat wissels. Kom. En ik heb wel wat elektrische wissels ook nog eens. Maar niet al mijn wissels. Dus al deze hebben de Fleischmann wissel ding eraan. Elektrisch besturing wissel omzet ding. Inclusief deze Engelse kruising. Dus dat betekent dat ik dadelijk ergens heb liggen. Twee sporen waarschijnlijk. Wissel, kruising. En aan de poot van de kruising. Kijken. Nog een wissel. En weer een. En nog een met elk een eigen aftakking. Dus naar een opstelspoor met aan het einde een stootblok. Zodat ik mijn treinen tenminste op het spoor opgeborgen kan laten. En daar ook vanaf kan laten rijden. Om ze een rondje te laten rijden. Dus met name deze vind ik leuk. Het is niet kapot. Hoewel ik wel het idee heb dat hij wat vies is. Deze wilde ik vroeger altijd al als kind. Natuurlijk, wie wil hem niet? Met al die dingen die bewegen. Ik heb er nooit één gekocht. Dat was altijd te duur. Maar nu met deze heb ik er toch eentje weten te bemachtigen. En die ga ik gebruiken ook. Met de verbouwing loopt het inmiddels goed. Alle slaapkamers hebben inmiddels een mooie kleur. De vloer komt er binnenkort in. Ik denk als, als deze eruit gaat, gaat de vloer er bijna in. We zijn nu bezig met de wanden op de zolder te verplaatsen. Zodat de ruimte voor de treinbanen flink groter wordt. Als ik het zo zie, denk ik dat er 6, 7 vierkante meter andere extra ruimte bij komt op de treinzolder. Dus dat gaat helemaal goed komen daar. Meer ruimte is meer plek voor een baan. Alleen het zijn lange dagen hoor, om dat allemaal te bolwerken. Maar goed, ik vond het toch een beetje zonde om al die weken niets te doen met mijn YouTube kanaal. Dus ik doe er nu daarom deze even vlug tussendoor. Gewoon wat leuks wat ik heb, waar ik weer blij mee ben. En waar ik hopelijk binnenkort meer van laat zien. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Like, subscribe. Laat commentaar achter. Deel met je vrienden, familie. Abonneer je kat. Het maakt mij niet uit. Ik vind het altijd leuk om wat te horen. Tot een volgende keer.